Hallo iedereen, ik hoop dat het goed met jullie gaat. Ah, deze video ruikt naar de zomer. Strand, zon, kokosnoot en high-tech. Dus hier zijn de 7 watergadgets om tijdens de zomervakantie te proberen. Vergeet niet voordat u in het water springt om u te abonneren op het kanaal en op de meldingsbel te klikken, zodat u niets hoeft te missen. Laten we beginnen met de 7 watergadgets die u deze zomer niet mag missen. Ga duiken zonder moe te worden met de Seabob F5. Dankzij het E-Jet Power Systeem kan het een stuwkracht leveren van 745 Newton. Hij is uitgerust met een motor met 7 versnellingen, zodat u uw tempo kunt aanpassen. De F5 is ook uitgerust met Full HD camera's en geïntegreerd opslagsysteem in combinatie met een wifi module. Aan de voorkant van de Seabob bevindt zich een klein scherm, zodat u tijdens uw duik niets mist. Wat de afwerking betreft biedt het bedrijf een brede waaier van kleuren aan zonder extra kosten. Door zijn snelheid is dit toestel een interessant instrument voor vermaak, maar ook voor redding op zee. Door de 2 handgrepen is hij gemakkelijk vast te houden en door zijn gewicht van 35 kg is hij gemakkelijk te hanteren. De F5 is geschikt voor zowel beginners als professionals en kan afdalen tot een diepte van 40 meter. Hij kan snelheden tot 22 km per uur halen en doet dat volkomen geruisloos. En omdat de F5 100% elektrisch is, respecteert hij de omgeving. De Scorkel, in Australië ontworpen door beroepsduiker David Hallamore, stelt u in staat 10 minuten te duiken zonder naar het oppervlakte te hoeven komen. Het ontwerp van deze zuurstofcilinder in zakformaat is ontwikkeld voor de gelegenheidsduiker. Lichtgewicht en compact, duikers kunnen het mondstuk gewoon over hun mond plaatsen om de oceaanbodem te ontdekken. Adem gedurende 10 minuten onder water op een volkomen normale manier. Bovendien is de tank voorzien van een manometer, zodat u de hoeveelheid resterende lucht in de gaten kunt houden. Ten slotte, als de fles leeg is, hoeft u niet terug naar de winkel om hem bij te vullen of een nieuwe te kopen. U kunt een eenvoudige fietspomp gebruiken om hem bij te vullen. Na 10 jaar ontwikkeling revolutioneert Lift Foils de wereld van de watersport. Het is een lichtgewicht stabiel board dat wordt geleverd met een krachtige elektromotor die op elk wateroppervlak reageert. De motor is stil en werkt op een lithium-ion batterij. Het board is gemonteerd op een volledig carbon fiber hydrofoil en kan bestuurd worden met een draadloze joystick via Bluetooth. Naast zijn prestaties is de batterij ook gemakkelijk te vervangen en oplaadbaar. Hij is ontworpen voor maritieme omgevingen en beschikt over de meest veel eisende veiligheidsvoorzieningen op de markt. En heeft een oplaadtijd van minder dan 2 uur. De Lift Foil is geschikt voor beginners die op zoek zijn naar een leuke en spannende ervaring. En voor sporters die op zoek zijn naar sensatie. Het is gemakkelijk te leren, vooral als je de instructies van de instructeurs volgt. Dankzij hen kunt u in minder dan 30 minuten over het water vliegen. Als de zomer rijmt op plezier, moet het ook rijmen op veiligheid. De anti-verdrinkingsarmband is een nieuw veiligheidsmiddel dat helpt voorkomen dat kinderen verdrinken. No Stress kan aan uw kind worden bevestigd als een halsketting of armband. Als uw kind besluit het water in te gaan, wordt er een waarschuwing naar uw smartphone gestuurd. No Stress kan aan de enkel worden vastgemaakt en waarschuwt u zodra uw kind in het water stapt. Als u het aan de pols van uw kind bevestigt, wordt het alarm verstuurd zodra het lichaamsdeel onder water is. Ten slotte, als de No Stress om de nek zit, wordt een waarschuwing gegeven als het water de schouders bereikt. Een ander alarm wordt verstuurd als uw kind de armband per ongeluk verliest of verwijdert. Met een bewakingsbereik van 60 meter kunt u er zeker van zijn dat uw kind nooit uit het zicht is.
En als uw kind meer afdwaalt dan 40 meter, zal No Stress een waarschuwing sturen. U kunt een laatste waarschuwing krijgen als de zwemzone te veel is blootgesteld aan UV-stralen. Dit laatste is voorbehouden voor smartphones met geolocatie. Natuurlijk kunnen alle meldingen rechtstreeks op de speciale mobiele applicatie worden ingesteld. Deze gadget is in het bijzonder gericht op eigenaars van zwembaden. Er zijn veel klusjes en onderhoudstaken rond een zwembad. De Sutro Intelligente Monitor zal uw leven nu gemakkelijker maken. Met dit toestel kunt u de pH-waarde van uw zwembad, het chloorgehalte, de temperatuur en de alkaliniteit meten. Deze manager maakt verbinding met de Sutro-applicatie en haalt alle informatie op die u nodig heeft. Uitgerust met een krachtige batterij kan de monitor 30 dagen meegaan voordat hij moet worden opgeladen. Het merk heeft zijn toestel gebouwd als een cilinder en heeft een radiale afdichting aangebracht om ervoor te zorgen dat er tijdens het testen geen waterdruppels in het toestel kunnen glippen. De zelfgemaakte testpatroon is de echte baas van deze apparatuur. Hij wordt gevoed door Lamotte Reagentia en maakt een snelle uitvoering van alle tests mogelijk. Ten slotte waarschuwt de toepassing u alleen wanneer er een tekort aan producten is of wanneer de samenstelling van uw water problematisch is. Hij is discreet en elegant en neemt weinig ruimte in op uw smartphone. Een MKB-bedrijf uit de Elzas heeft onlangs de gekke gok genomen om een aangesloten bikini te lanceren. Het gaat om een hoogwaardig zwempak dat is uitgerust met een kleine zwarte waterdichte sensor die ultraviolette straling meet. De zonnesensor stuurt een bericht rechtstreeks naar de smartphone van de eigenaar zodra ze zich moet insmeren met zonnecrème. Een ingenieus idee, vooral omdat we weten hoe slecht de zon voor de huid kan zijn. Zodra de bikini is aangeschaft, hoeft u alleen nog maar uw smartphone te pakken en uw huidtype en gewenste bruiningsgraad in te voeren in de speciale app. Vervolgens wordt de zonnecrème waarschuwing gelanceerd, die ook naar de persoon naast u kan worden gestuurd, in geval van een onverwacht dutje. Zoals u ziet kunt u met deze kleine revolutie die voor preventie pleit, gemakkelijk verbranding voorkomen en toch voor uw huid zorgen. Met hetzelfde doel als de bikini helpt de kleine Remio armband u overmatige blootstelling aan UV-stralen te voorkomen. De ingebouwde tracker registreert uw blootstelling aan UVA en UVC en biedt u gepersonaliseerde bescherming op basis van uw huidtype. Hij voorkomt onder meer dat u te veel aan de zon wordt blootgesteld, vertelt u wanneer het tijd is om opnieuw zonnecrème aan te brengen, helpt u een schaduwrijk plekje te vinden en vertelt u wat voor kleding u moet dragen om goed beschermd te zijn. Remio stuurt al deze informatie vervolgens door naar uw smartphone en kan u via de speciale app waardevolle adviezen geven. Om zijn missie uit te voeren gebruikt de armband interne richtingssensoren om de positie van de sensoren ten opzichte van de zon in te schatten. En om de nauwkeurigheid verder te verfijnen is Remio een partnerschap aangegaan met het Deense Meteorologische Instituut dat hen de UV indexmetingen van alle satellieten bezorgd. En dat is het mensen, dat is het voor vandaag. Like de video en abonneer u op dit kanaal en vergeet niet om op de meldingsbel te klikken, zodat u het volgende nieuws niet mist. Wat mij betreft tot binnenkort voor nieuwe high-tech ontdekkingen. Hou u haaks en tot ziens!